FC Groningen speelt komende zondag tegen Feyenoord. De ploeg beleeft een moeizaam seizoen. De resultaten vallen tegen en Groningen is terug te vinden op de 12e plek met 14 punten uit 15 wedstrijden. Ron Jans, bezig aan zijn laatste jaar bij FC Groningen, wou vandaag dat zijn ploeg scherp trainde. Maar als Lover een overtreding maakt, slaan de stoppen bij Ron Jans even door. Zo kwaad is Jans zelden op het trainingsveld van de FC. Dat is Henk Hagen nou, en in de wedstrijd maak je ook veel te gewoon overtreding. En jij zit niet gek tegen. Ik heb mijn vlekje op. Was toch even een opstootje op de training? Ik zag je het veld inlopen en je was behoorlijk kwaad op Loveren. Wat gebeurde? Ja, dat is eigenlijk is achteraf wel grappig. Er was een overtreding van Lover en Henk Hagenau, die was scheidsrechter. En die floot. En toen zei hij van, je moet niet fluiten, gek, verstond ik. Maar hij kan de H niet uitspreken, dus hij zei Genk. En nou ja, dan werd ik gewoon kwaad, want dat accepteer ik niet. En dus ik zei van, want ik denk, dan begrijp ik niet dat je niet tegen Henk Hagenau zegt van sorry. Ja, hij had het niet gezegd, dus dan hoeft hij ook geen sorry te zeggen natuurlijk. Dus het was een taalmisverstand. Maar je was echt kwaad. Ja, nee, maar als iemand tegen een collega zegt gek, ja, dat accepteer ik niet. En dan, soms dan zeg je wel eens wat en dan zeg je sorry. En vandaar dat ik even kwaad werd. Alleen, ja, ik was iets te vroeg. Als de lucht weer is geklaard, wordt er rustig verder getraind. En lijkt alles weer vergeten en vergeven. Evgeny Levchenko was ook aanwezig. Hij voetbalt tegenwoordig in Rusland, maar komt even kijken bij zijn oude ploeg. Bij FC Groningen keren de drie geschorste spelers weer terug in de basis. Het lijkt erop dat Stenman ook weer terug is. Moet even kijken, hij heeft nu meegetraind, ging goed. Alleen moet kijken dat hij geen reactie erop krijgt. En ook Tim Matas was vandaag voor het eerst bij de groep. Was nog even wat voorzichtigjes in de duels. Maar dat lijkt ook redelijk positief, dus dat is goed nieuws. De afgelopen seizoenen behaalde FC Groningen goede resultaten in de Kuip. Uit tegen Feyenoord in de Kuip is nooit makkelijk. Maar ik ben hier 2,5 jaar hier in Groningen. En ik heb tot nu toe alleen maar in de beker 2 jaar geleden volgens mij met 3-0 verloren. Dus ik heb goede resultaten gehad in Feyenoord, zeg maar. Het is altijd leuk om daar te spelen in een mooie sfeer, zeg maar. En, we kunnen wel wat halen, denk ik. Maar de ploeg heeft een goed resultaat ook nodig. Dat hebben we zeker. Wij moeten nu tot en met de winterstop beginnen te winnen. Punten pakken. Gewoon nu uit tegen Feyenoord en dan uit tegen Sparta. Dat moet eigenlijk minimaal 4 punten zijn.